Leeg, leger, leegst. Zo ligt de Zoo van Antwerpen er nu bij. Normaal komen er per dag honderden bezoekers langs de mensapen, maar nu is het heel rustig. Mensapen zijn op zich eigenlijk heel intelligente dieren. En op zich, daarvoor zien we dat wel, als ze zo naar bezoekers kijken en zo. Dat hebben ze nu niet meer, dus dat werken we wel. Ze zijn heel veel aan het flowen met elkaar. Heel veel elkaar in doog aan het houden, omdat nu echt de groep nog belangrijker is voor hun, omdat ze alleen maar hun groep nu hebben. Voor ons verandert er niet superveel. We hebben wel, ja, meestal kunnen we wel eens een babbeltje doen met de bezoekers. We moeten ook geen ramen meer poetsen, omdat normaal gezien staan de mensen altijd zo een beetje binnen te kijken bij de dieren en dan zetten ze de handen op de ramen. Ook de buffels en de vogels voelen de verandering. De buffels die kijken veel meer op als wij hier op de wandelpad lopen van de volière. Want normaal gesproken lopen er inderdaad honderden mensen. En nu lopen we enkel weiden en dan is het van, er loopt ineens iemand. En de vogels die zoeken wel veel meer het wandelpad op. Maar nu is het lekker weer en er zijn gewoon geen bezoekers. Dat is heel raar. En ja, je doet gewoon het beste voor de dieren. En je hoopt gewoon dat de mensen heel erg snel weer terug kunnen komen. In het aquarium zijn er nu wel wat vissen die zich iets meer laten zien dan anders. En we hebben zo bijvoorbeeld onze Jos, de gehorende koffervis. Die is een beetje onrustiger dan anders. Normaal is dat een hele rustige vis en een beetje terughouden. En nu komt hij regelmatig eens kijken, komt hij echt een beetje aandacht zoeken. Ja, die is ineens heel sociaal geworden. Zo kan je voorlopig dus niet bezoeken, maar daar is een oplossing voor. Alle verzorgers houden een vlog bij. Dus elke dag filmen we een klein stukje, 2 minuutjes maar, zodanig dat de mensen toch een beetje het contact met de dieren en met ons kunnen behouden. En dat kunnen ze op de Facebook van de Zoo van Antwerpen natuurlijk elke dag terugvinden. Hey, supergoed dat je naar Karrewiet kijkt. Als je nu nog meer nieuwsvideo's wil bekijken, abonneer je dan zeker ook op ons kanaal en bekijk ook deze video's. En een duimpje omhoog mag natuurlijk altijd. Zeker doen.